De baard op je beeldscherm. Leuk dat je weer kijkt naar deze vrouweneditie. En voor iedereen die nieuw is, welkom bij de club. Vandaag heb ik weer een aantal fitnessoefeningen voor vrouwen voor je. Let's go! Deze video bevat alleen oefeningen voor de buik, benen, billen. Als je nou geen fitnessmaterialen tot je beschikking hebt, of je hebt geen sportschool tot beschikking, dan zou ik mijn andere video fitnessoefeningen voor vrouwen thuis bekijken. Heb je wel trainingsmateriaal, heb je wel een sportschool tot je beschikking, dan gaan we beginnen. De eerste oefening voor de buik, dat is een pull-off press. Ik heb een katrooltje aan de grond. In de sportschool heb je een katrooltje die je meestal kunt stellen. Luxe heb ik hier helaas niet, maar als je die zou willen stellen op ongeveer borsthoogte slash net iets daaronder, dan zit je perfect. Het is de bedoeling dat ik bewust wat stap achteruit zet en vanaf daar naar voren kom. Ik hou mijn schouderbladen naar achter, borst maken we groot en vanaf daar blijven we staan. Natuurlijk key point dat je buik natuurlijk hartstikke hard aanspant en continu aangespannen houdt. Waarom ik zeg ik zet een stap naar achter? Als ik een stap naar voren zet, voer ik de oefening niet fijn uit, voer ik hem niet goed uit, wordt hij ook lichter van. Terwijl als ik naar achter ga en mijn handen zijn in lijn met deze kabelmachine, wordt de oefening zwaarder, heb je minder gewicht nodig, kunnen we veilig trainen. Wat dingen wat ik hierover kwijt wil. Je ziet wel eens variaties waar mensen in uit doen. Kan op zich, is niks verkeerd aan. En je hebt ook variaties waarbij je boven je hoofd doet in uit. Kan niet, want mijn kabel is te kort. Het nadeel daarvan is dat dit juist een isometrische oefening is. Net zoals een plank, dat is ook een isometrische oefening. Dat wil zeggen dat de spieren niet langer of niet groter worden. Het is alleen maar continu aanspannen. Wanneer gaan wij gaan bewegen, zullen de spieren alsnog steeds niet gaan bewegen. Want natuurlijk enkel mijn armspieren zullen gaan bewegen, mijn schouderspieren, etc. Alleen dit kan voor beginners heel erg afleiden, omdat sommige mensen geen goede proprioceptie hebben en waardoor ze hun spieren niet goed kunnen aanspannen. Dus ik zou zeggen, als je beginner bent, je traint nog niet zo lang, hou gewoon je buikspieren zo aangespannen. Perfecte oefening. Voor deze oefening hebben we een barbel nodig. Je steekt hem lekker stevig in de hoek. Sommige mensen hebben daar een landmine voor, een apparaatje waar je hem in kan steken, zodat de barbel op een goede plaats blijft. Deze oefening kan je eigenlijk in twee varianten doen. Ik kan misschien wel meerdere varianten doen, maar twee varianten die ik nu zal uitleggen. Dat is als eerste dat wij in een lunchpositie beginnen. Dus lekker grote lunchpositie en zo kunnen we de nadruk leggen ook meer op de benen. Waarom? Ik start in een lunchpositie, ik spring explosief omhoog en stoot hem uit. Dit. Ten eerste, omdat ik zak, kunnen we de explosiviteit in de benen vergroten, kunnen we de benen voor een groot deel heel goed trainen. En ik moet natuurlijk per direct stabiliseren. Vooral als ik er wat gewicht op zou doen. Dus ik zak en ik spring zo explosief mogelijk omhoog. En vanaf daar stabiliseer ik. De tweede variant is de oefening wat zwaarder uitvoeren. Wat meer gewicht erop doen. En zo kunnen we de nadruk wat meer leggen op het stabiliseren van het bovenlichaam. Wat we willen doen is een klein sprongetje maken. Dus voorstellen dat er nu aardig wat gewicht op zit. En vanaf hier komen we omhoog. En vanaf hier stabiliseren we. Wat je ook kunt doen met deze oefening is een kleine split squat maken. Dat vind ik persoonlijk makkelijker. Klein beetje hurken. Dus we leggen de nadruk niet op de benen. Alleen maar puur op de buikspieren. Zet veel gewicht op en uitstoten. Natuurlijk niet alleen de billen. Natuurlijk vanzelfsprekend ook het bovenlichaam train je hier hartstikke goed mee. De derde buikspier oefening dat is een renegade row. Vooral als je volgeladen dumbbells hebt, is deze oefening makkelijker uit te voeren. Je kunt ook een klein ophogertje gebruiken. Dan kun je één dumbbell weglaten voor het geval je er maar één hebt. Beetje vreemd, maar goed. Je weet nooit hoe druk het is in een sportschool natuurlijk. Vanaf hier maak je een plank op je dumbbells. En vanaf daar kom je omhoog. Het is natuurlijk de bedoeling dat je niet alleen je buik aanspreekt. Ook natuurlijk vooral de latissimus, de triceps. En je trekt je handen naar je navel toe. Dus we trekken hem niet naar de borst, maar we trekken hem naar achter. Wat je mij nu ziet doen, dus moet je absoluut niet doen, dit doe ik even makkelijk te praten, is je lichaam schuin houden. We houden het lichaam mooi in een rechte positie, vanaf daar komen we omhoog. Als je de nadruk wil leggen op de buik, span even aan. Zoals je mij ziet en hoort praten, word je vrij snel zwaar. We gaan door naar de benen. En dan vooral heb ik een oefening gekozen waar lekker de hamstrings en lekker de billen ook meer aanspannen en niet zozeer de quadriceps. En dat is de stiff legged deadlift.
Voor deze oefening zet je je handen op schouderbreedte slash net iets daarbuiten. Je houdt je billen, buik aangespannen. En vanaf daar breng je je heupen naar achter toe. Met vanzelfsprekend gestrekte benen. Hup. En vanaf hier kom je weer omhoog. Normaal gesproken zou ik zeggen, voer deze oefening of met 25 kilo gewicht uit aan beide zijden. Dat is voor heel veel mensen vanzelfsprekend veel te zwaar. Als je mijn vlogs kijkt, daar heb ik houten schijven gemaakt van dezelfde diameter. Waarom doe ik dat? Dan ligt de barbel op een juiste hoogte van de grond af. Zodat je bij deze oefening dus de barbel neer kan leggen. Jezelf kan bracen, eigenlijk alles aanspannen en vanaf daar omhoog komen. Een veelgemaakte fout is natuurlijk dat mensen de barbel, ik ben niet zo heel flexibel, maar de barbel van de grond afpakken en vanaf daar hun rug ronden en zo omhoog komen. Daarom zeg ik, de barbel ligt op de grond, je braced, je maakt jezelf helemaal hard, stevig, je spat je buik aan en vanaf daar kom je omhoog. Een veelgemaakte fout, dat is nog... Mensen starten en in plaats van hun heupen naar achter te brengen, buigen ze hun bovenlichaam naar voren. En dat zijn dus twee heel verschillende dingen en dat is ook best lastig om aan het begin aan te leren als je nog niet zo lang fitnessed. Het is dus key point dat je rechtop staat, heupen naar achter brengt in plaats van bovenlichaam naar voren brengen. Waarom zeg ik dit? Heupen naar achter brengen, kan je meer kracht genereren, worden de hamstrings langer, worden de billen langer, kan je vanaf daar ook weer makkelijker omhoog komen. Voer je de oefening gewoon veel en veel beter uit. Kan je ook nog eens je rug besparen. Op naar de volgende oefening. Wacht. Nog niet naar de volgende oefening. Ik wil ook nog een deadlift video maken. Omdat er over de stiff leg deadlift en de normale deadlift. Die twee gaan eigenlijk bijna gelijk op. Daar is gigantisch veel over te vertellen. Deze video is daar niet geschikt voor. Dit is alleen om wat oefeningen te laten zien. En niet tot ze helemaal tot in de millimeter correct uit te voeren. Want dat wordt een lange video. Als je die video nou wilt zien, neem dan even een kijkje op mijn kanaal. Hij zal er ongetwijfeld tussen staan. En als hij er nog niet tussen staat, dan ben ik er gewoon nog niet aan toegekomen. Het is net natuurlijk wanneer je deze video ziet. De tweede oefening, dat zijn good mornings. Ik zal altijd adviseren om deze oefening in een squat rack uit te voeren die hier naast mij staat. Waarom doe je dat dan zelf niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Je brengt de barbel, sommige mensen vinden het fijner in hun nek. Ik leg hem liever op mijn schouderbladen, zoals ik low bar squat. Daar zal ik ook een aparte video van maken. Vanaf daar breng ik weer mijn heupen naar achter in plaats van dat ik mijn bovenlichaam naar voren kantel. Dus ik breng mijn heupen naar achter tot hoever je komt. Mijn hamstrings zijn niet zo flexibel. En vanaf daar span ik mijn billen aan en kom ik omhoog. Het is natuurlijk key point dat je je buik aanspant. En dat we die continu recht houden in een neutrale positie. Het is natuurlijk niet de bedoeling om hem te rollen, te ronden... Of je knieën helemaal overdreven te buigen en zo omhoog te gaan komen met een bolle onderrug. Maar natuurlijk ook niet met een holle onderrug. Dus je plant je buik aan, billen aan, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. En vanaf daar span je billen aan en kom je weer omhoog. Je spant dus eigenlijk twee keer je billen aan. Je legt beneden de focus op de billen. Kom je omhoog. De volgende oefening is een split squat. Je voert deze uit met dumbbells. Je kunt het natuurlijk ook met de barbel uitvoeren. Of natuurlijk met een setje kettlebells. Kan ook nog. Of gewoon met een los gewicht natuurlijk. Zet een grote stap naar voren. Met mijn linkerbeen. Met mijn rechterbeen zet ik mijn tenen op het bankje neer. En vanaf hier zak ik naar beneden. Met eventuele gewichten in mijn hand. Twee dingen waar je op moet letten. Is dat je je been ver genoeg naar voren zet. Zoals ik wel eens in mijn andere video's heb gezet. Gezegd, dit is een 90 graden hoek en dit wordt een 90 graden hoek. Ik heb hier een spiegel naast me. Als je die zelf ook tot je beschikking hebt, ideaal kan je dat gewoon controleren. Het tweede punt is dat als we zakken, we met ons torso en onze billen eigenlijk recht naar beneden zakken. Heel veel mensen die komen omhoog en die hebben toch automatisch een neiging om wat naar voren te komen. Zeker als ze gewicht in de handen hebben en om zo te zakken. Vandaar dat ik zeg, kijk recht vooruit. Zak recht naar beneden. Denk daaraan. Die twee dingen. Die stap zetten. Dat kun je per direct zien. Kan je vergeten. Daarna denk je alleen maar aan. De torso recht houden. Recht naar beneden zakken. Heup en billen recht naar de grond toe brengen. En zo voeren we hem uit. De volgende oefening is een barbell glute bridge. Ik doe dit bewust met een barbell. Het kan ook met een kettlebell. Het kan ook met een dumbbell natuurlijk. Losgewicht. Een barbell vind ik makkelijkst. Kan je lekker verzwaren. Plus, net zoals bij de vorige oefening, je de grote schijven erbij doet, kan je hem plat op de grond gaan liggen. Roer de barbel over je heen zonder dat je hem
neer moet leggen op jezelf. En dat is natuurlijk een aanzienlijk stuk makkelijker. Wat ik makkelijkst vind, het fijnst, is dat ik mijn handen lekker wijd zet. Zorg dat mijn ellebogen lock-out zijn, dat ze gewoon stevig staan. Kan ik het gewicht makkelijk tegenhouden, terwijl als ik het op deze manier zou doen, ik het gewicht heel ongemakkelijk terug moet duwen. Dus ik hou mijn handen wijd, zet mijn voeten zo dicht mogelijk bij mijn kont neer als dat ik dat kan. En vanaf daar kom ik omhoog. Een ding is wel, bij deze oefening, ik kan de oefening goed en fout uitvoeren. Dat zal ik nu laten zien. Kijk of iets verschil is. Ik doe hem twee keer. Ik doe dit. En ik doe dit. De eerste uitvoering was goed. Ik denk niet dat je het verschil hebt gezien. En dat snap ik, omdat het maar een minuscule aanpassing is. Wat heel veel mensen niet doen. En dat is eigenlijk, het klinkt een beetje raar, maar je moet eraan denken om je bekken, om je edele delen te kantelen en naar het plafond toe te brengen. Waarom zeg ik dat? Dan span je je buikspieren ook harder aan. Komt je core in een goede rechte positie te staan en blijft dat één stevige massa. Zoals ik dat niet zou doen, dan zou ik kijken of ik het voor kan doen of ik het kan zien. Als ik dat niet doe, dan komt mijn buik meer omhoog. En dan begint mijn onderrug helemaal te rollen. Terwijl als ik mijn bek omhoog breng, wat is dit? Dan span ik alles veel beter aan, blijft mijn rug beter aangespannen, kan ik mijn billen beter aanspannen en voer de oefening gewoon goed uit. Nog een oefening voor de billen, dat is een cable pull-through. Dat is eigenlijk een beetje een aangepaste versie van een kettlebell swing, die misschien heel veel mensen wel kennen. Ik denk als je de oefening ziet dat je hem wel herkent. Je gaat net een half meter hier van de kabel afstaan, zodat als je handen, dat die net achter je knieën zijn. Dan kan je een beetje de kabel op spanning brengen en vanaf hier kom je omhoog. Ziet er makkelijk uit, is het op zich ook wel. En je moet even dat gevoel kweken van ik kan mijn billen aanspannen. Dus op het moment dat ik beneden ben, het enige waar ik aan denk is binnen aanspannen. En als ik dan boven ben, blijf ik even een seconde staan om ze echt hard aan te spannen als je rechtop staat. Een ander klein tipje die je voor mij wel vaker tegenkomt in andere video's, is dat je je tenen vooruit zet. En dan is het moment dat je met de kabel tussen je benen bent, draai je je tenen naar buiten. Alleen ze blijven wel op dezelfde plek staan. Dus eens wat je doet is spanning brengen. Dus dit naar buiten draaien. Wat je daardoor doet is automatisch je billen aanspannen, omdat die zorgen voor de rotatie naar buiten toe. We willen natuurlijk alle drie de bilspieren trainen, alle drie de grote bilspieren. En daarvoor moeten we natuurlijk niet alleen maar vooruit trainen, maar ook zijwaarts. Dus een goede oefening daarvoor is, ik pook altijd de bovenkant van de stangbeet. Het is lekker makkelijk om ergens tegenaan te steunen, te leunen. Kan geen kwaad met deze oefening, mag best. Een goede oefening daarvan is leg raises. Side leg raises. Blijf je hangen? Oké. Zoals ik zei, een goede oefening daarvoor is side leg raises. Wat je bij deze oefening wilt doen, is vanzelfsprekend in één lijn naast je gaan. Ik zie nog wel eens mensen helemaal naar achteren toe gaan of helemaal naar voren toe. Of hun torso overdreven heen en weer bewegen. Zet je ene been recht, hou je andere been recht, komt omhoog. Waar je ook op wilt letten, is dat als ik beweeg, ik mijn voet niet helemaal terugzet dat de spanning weer van de kabel af is. Juist bij deze oefening, hou lekker je bovenlichaam goed recht aangespannen. Zorg dat je een beetje spanning zo net een beetje spanning op de kabel houdt, vanaf daar omhoog komt. Kijk natuurlijk tot hoe ver je komt. Je zou eventueel even beter kunnen houden om te leren die bilspieren aan te spannen. Ik hamer daar zo op, omdat het voor heel veel mensen heel lastig is. Als je daar geen probleem mee hebt, kun je natuurlijk gewoon blijven bewegen. Als je dat wel lastig vindt, zou ik zeggen, kom hoog, één beet, kom terug. Ga niet helemaal terug, hou weer één beet. Of hier kom weer één beet. En zo voeren we die oefening uit. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan, want er komt veel meer fitnessnieuws en fitnessoefeningen, fitnessvlogs en weet ik veel, wat allemaal nog meer aan. En ben je wel geabonneerd, dan dank ik jou en dan zie ik jou volgende week weer.